Zo, we zijn live. Even wachten tot er mensen kijken natuurlijk. Even zien, ik heb alles hier al klaarstaan. Oké, er beginnen al mensen te kijken. Zeg, hallo allemaal. Ik ga nog een klein minuutje wachten. Daar liggen een hele minuut natuurlijk. Het volk komt al snel binnen, zie ik. Oké. Hey Leslie, hallo. Ik ga ondertussen gewoon al een beetje beginnen vertellen. Hè. De mensen komen stilletjes aan binnen, maar dan zitten we hier toch niet zo te niksen. Ik ben Gretje van Make-up Browsing More in Schoten. Mijn zaak is gelegen in Schoten. Ik ben eigenlijk voornamelijk make-up artist en permanente make-up artist. En ik heb een specialisatie in alles wat met wenkbrauwen te maken heeft. Sinds kort ben ik verkooppunt voor I Am Clean. Denk sinds een tweetal weken nu. Ik zie hier al een verzoek om mee te doen aan de live. Dat gaat een foutje zijn, vermoed ik. Dus, ik ben sinds een tweetal weken verkooppunt van I Am Clean. En waarom heb ik voor I Am Clean gekozen? Omdat eigenlijk de waarde van het merk heel hard aansluiten bij mijn eigen waarde. Hè. Ik vind het top dat het een Belgisch merk is. Alles verloopt heel eerlijk. Het is heel natuurlijk allemaal. En vooral, het is cruelty-free en voor 98% vegan. Dus dat vind ik zelf echt een heel groot pluspunt. Hallo. ik moet zeggen, ik ben een beetje zenuwachtig. Ik doe nog eens elke week lives op mijn eigen kanalen. En daar heb ik dat totaal niet voor. Maar hier ben ik een beetje zenuwachtig, omdat ik zo niet goed weet of dat de mensen... Ja, je kent mij natuurlijk niet. Dus ik hoop dat ik niet te veel over mijn woorden ga struikelen, hè, om te beginnen. Ik ga zo meteen beginnen met primen van mijn gezicht. En daarnaast, ik vroeg me eigenlijk af of jullie het liefste hebben dat ik de liquid foundations ga gebruiken of de poeder foundations. Dus terwijl dat ik prime, ga ik... dag Vicky, hey Crystal. Terwijl ik de primer aandoe, ga ik een beetje uitleg geven over de primer en dergelijke natuurlijk. Maar dan mogen jullie ondertussen even een beetje... shooten of dat je liefst de liquid wilt zien of liefst de poeder foundation. Als er wat reactie op komt, dan ga ik af op hetgeen waar dat er het meeste gekozen wordt. En als dat niet is, dan ga ik zelf kiezen natuurlijk. Hè. Dus we starten met de primer. Even zien dat ik zeker de juiste vast heb. Dus dat is onze clean primer. Dat is een vloeibare primer voor het gelaat. Wat is daar heel tof aan? Er zit hyaluronzuur in. En hyaluron gaat je huid extra hydrateren en ook anti-aging werken. En natuurlijk, wat is er belangrijk aan een primer? Waarvoor dient een primer? Om ervoor te zorgen dat je make-up langer gaat blijven zitten. Dus dat gaan we natuurlijk als eerste doen. Je doet gewoon een pompje op je hand. En dan pak je je liquid brush. Je ziet dat zo wat, ene met kortere haartjes, een goede stevige, een schuine. En je gaat eigenlijk je product opnemen op je penseel. En dan gaan we eerst stipjes zetten, zodat je overal... product hebt zitten. En vervolgens ga je dat gewoon uitsmeren over heel je gelaat. Dus de primer, hij gaat al een stukje egaliseren op voorhand en gaat ervoor zorgen dat de make-up beter gaat blijven zitten. Dus we brengen die gewoon aan over heel ons gezicht. En als je nog wat over hebt, kan dat geen kwaad, mode dat gerust in je hals wat mee uitsmeren. Ik ga mij even verontschuldigen voor mijn stem ook. Het zou kunnen dat die af en toe wat wegvalt. Ik heb gisteren heel hard moeten hoesten. En ik was echt bang dat ik geen stem meer ging hebben vandaag. Maar het valt nogal mee. Ik zie hier al liquid zien. Voilà. Zo, dus dat is de gelaatsprimer. Voor onze ogen hebben we een aparte primer. Dus dat is de eye primer van I Am Clean. Dat is ook een liquid. En hier zit eveneens hyaluronzuur mee in. Die brengt je dus ook gewoon aan op je oogleed. Oogleden of ooglid uiteraard. Voilà. En dan mag je dat uitsmeren. Ik doe dat even met mijn vinger. En dan mag je eigenlijk tot helemaal tegen je wenkbrauw. Dus zeker heel je bewegend ooglid mee, maar ook erboven. Dat gaat er ook voor zorgen dat je oogschaduw beter op zijn plek gaat blijven. Straks. Zo. Dan gaan we nu over naar de foundation. Ik ga eens even kijken in de comments wat dat daar allemaal al gezegd is. Of dat daar voorkeuren zijn voor de poeders of de liquids.
Liquide. Hey Rabin, hey Nikki. Nog liquide, nog liquid. Oké. Okay. Liquid, liquid. Oké, okay. Dat is duidelijk, hè? Er staat volgens mij zelfs geen enkele keer poeder tussen, dus we gaan voor de liquid foundation. Onze liquid foundations zijn dus ook minerale foundations, maar die zijn vloeibaar gemaakt, dus die zijn natuurlijk niet 100% mineraal. Hè? Alles wat in poeder is, is 100% mineraal, vooral de losse poeders. Vanaf dat de poeders geprest zijn en dus compact zijn, is er iets van olie gebruikt. Natuurlijk is het niet meer 100% mineraal. En dus onze foundations zijn dus wel mineraal, maar dus geen 100%. De liquid foundations zijn er in 3 kleuren. Dus een light, een medium en een dark. Ik heb ze hier alle 2 bij mij staan, de light en de medium. Omdat ik een beetje bang ben dat de light mij misschien te licht gaat maken. Maar de medium gaat zeker te donker zijn, denk ik. Dus ik ga het even testen op mijn hand. En zo gewoon, hè, dus een foundation testen, dat doe je eigenlijk altijd op je kaaklijn. Oeh ja, dat zie je, hè. Dit is een light. Alhoewel, die gaat nog wel mooi op in mijn huid, maar hij gaat wel te licht zijn, denk ik. Dus dan gaan we even de medium erbij nemen. En ook een pompje doen. En die gaat dan weer te donker zijn, allicht. Ja, zie, de medium alleen zou te donker zijn. Je ziet, hè, die wordt bijna oranje. Dus we gaan ze mengen. We gaan de light met de medium mengen. Dus ik heb die hier nu alle 2 op mijn hand. En daar pak je ook weer je liquid brush voor. Dus dat is dezelfde borstel als waar je de primer mee hebt aangebracht. Dag Charlotte, hallo. Ik ga af en toe, als je vragen hebt, mag je altijd vragen stellen. Ik ga tussendoor zeker kijken naar de vragen. Voilà, ik ga nu alleen natuurlijk een beetje te veel product hebben. Normaal zou 1 pompje voldoende moeten zijn. Maar omdat ik de kleuren gemengd heb, heb ik er natuurlijk 2 nu. Dus ik ga dat even al een beetje afdoppen op mijn hand. En ook hier weer ga je eerst even stiepjes zetten waar het je foundation moet komen. En dan ga je proberen beginnen meteen uit te blenden. Gewoon ook weer over heel je gelaat. Als je dus interesse hebt in de producten, je kunt altijd natuurlijk naar de website van I Am Clean zelf gaan. Daar kun je alle verkooppunten terugvinden. Ik zelf sta daar nog niet tussen, omdat ik nog redelijk recent er bij mij gekomen. Maar ik heb wel een affiliate link waar je natuurlijk wel op kunt kopen. En deze zullen we ze biedt even in de comments posten. Of iemand laten posten. Ik heb mijn zus de opdracht gegeven om dat te doen. In een van mijn vriendinnen. Allee, een aantal van de vriendinnen eigenlijk. Dus als iemand het gehoord heeft, mogen ze biedt mij de link al eens even posten. Voilà. Ook die foundation weer hetzelfde. Hè. Super belangrijk dat je niet stopt hier, maar dat je dat wat uitveegt naar je hals. Want je wilt niet een bruin gezicht hebben met een witte hals. Dat wilt niemand niet natuurlijk. Hè. En je ziet, het mengen van die 2 kleuren, dat is eigenlijk goed geweest. Want deze is nu eigenlijk perfect mijn eigen huidskleur. Dus de light alleen had te licht geweest. En de medium alleen had te donker geweest. Zeker dus ook die hals meenemen. En wat ik zelf ook heel belangrijk vind, is dat je zeker hier aan je oren ook, want dat is ook zoiets dat mensen vaak vergeten. Hier stoppen en dan heb je zo ja, een witte streep aan je oren. Zo, met die penseel, ik weet niet of jullie dat van ver goed kunnen zien. Ik zal eens een beetje dichter komen, dan zien jullie. Je ziet dat dat echt heel mooi wordt opgenomen door je huid. Dus dat is niet dat dat een dikke laag is die erop ligt. Natuurlijk, als je te veel product pakt, kan dat wel zijn. Hè? Dag Ria, hallo. Voilà. En je kunt altijd zeggen, hè, zo wat blijven borstelen, dan egaliseert het mooi. Je ziet, er zit zo wat een natuurlijke glow in. Het noemt dan ook onze Glow Foundation. Dus dat is wel, ik vind dat wel een mooie naam, de Glow Foundation. Dus we hebben de Light en de Medium gebruikt en de Glow Foundation. Zo. Nu natuurlijk komen we aan het volgende punt. Eigenlijk na een liquid foundation is het belangrijk dat je dan altijd afpoedert. Waarom is dat belangrijk? Het is zo, een liquid foundation dat plakt altijd een beetje. Dus als ik hier nu zou overgaan met een blush of een shaping poeder of eender wat, dan gaat dat eigenlijk worden geabsorbeerd door die foundation en dan gaat het gemakkelijker vlekken krijgen. Dus het is belangrijk dat we die gaan afpoederen. Dat zouden we kunnen doen met onze losse poeder of dat kunnen doen met een compacte foundation. Deze is nu de bronzer, maar de compacte foundations zitten ook in zo'n paletje. Dus ik ga dat nu even doen met de
Loose Mineral Foundation. En ik kies daar even de lichtste kleur voor. Ik heb zelf een gele ondertoon, dus ik gebruik ook de gele ondertoon. Dus onze foundations die komen in het pink of in het peach. Dus als je een gele ondertoon hebt, gebruik je eerder de peach. Heb je een rozere ondertoon, gebruik je de pink. En dit is de peach, de 01. Allee, 01, gewoon de 1. En ik ga mijn gelaat gewoon even afpoederen. Dat kun je doen met je kabuki-borstel. Of je kunt daar je gewone poederborstel voor gebruiken. Ik zal het nu even met de kabuki doen. Dan kun je ook ineens zien hoe dat je de losse foundation normaal gezien aanbrengt. Ik ga dat nu maar heel vluchtig doen, dat het niet te dekkend wordt. Hè? Want we hebben natuurlijk de liquid foundation er al onder zitten. En ik wil niet dat het te fel wordt. Dus ik ga gewoon met de kabuki. Je hebt je product in je dekseltje gedaan. Je zet je borstel erin. Waar ik heel hard aan heb moeten wennen, is dat je daar dus niet voorzichtig mee moet zijn. Met de meeste penselen moet je dat voorzichtig doen. Met je kabuki dus niet. Die zet je erin. Ik kan de twee niet combineren, want dan heb ik schilfertjes. En je gebruikt zeker ook wel de primer dan. Dus goed erin. Goed draaien. En dan wordt eigenlijk dat product allemaal opgenomen door je borstel. En dan kun je dat gaan verdelen. Ik ga dat dus heel lichtjes doen. Hè? Niet te veel. Gewoon heel zachtjes. En dat mag dus ook mee over je ogen, want daar heb je ook die oogprimer aan gedaan. En die mag ook zeker afgepoederd worden. Dus als je zegt, ik heb dan schilfertjes, dan zou ik zeker zien dat, misschien, dat je zeker de primer niet vergeten bent, ten eerste. En anders dat je misschien te veel poeder gebruikt hebt. Dat zou ook kunnen. Dus ik ben nu heel luchtig aan het afpoederen. Normaal als dat je foundation is, dan gaat dat echt goed die ronde cirkels maken over heel je gelaat. En als je dat dan intenser wilt, dan gaat het er gewoon nog eens over. Dan pak je nog product en gaat er nog eens over. Want je ziet bij mij nu, ik heb geen zilver of zo. Dus, wacht, ik ga eens kijken. Ook altijd goed. Ja, ja. En als je huidschilfers hebt, heel vaak heeft dat gewoon te maken met een dehydratatie. Hè? Dus zeer belangrijk dan om een goede huidverzorging te gebruiken. Dus heel goed hydrateren daarbuiten. Voilà. Wat gaan we nog doen? Concealer gebruiken. Je hebt concealer in twee opties. Je hebt de stick concealer. Als we die hadden gebruikt, dan hadden we dat eigenlijk moeten doen voor het afpoederen natuurlijk. Want dat is een stick, dat moet ook weer afgepoederd worden omdat dat crème is. Maar we hebben ook onze loose foundations. Je doet dat heel goed. Goeie uitleg. Dankjewel. Dus we hebben ook onze loose foundations. Concealers, geen foundations. Ik heb een zeer droog huid en ook vast. Ja, de heel dunne laagjes zijn inderdaad belangrijk. En je ziet, er zitten ook een aantal I Am Clean collega's meer in, mee in. En die antwoorden ook al wel op de vragen. Heel weinig poeder gebruik ik. Ja, voilà. Dus ik ga nu voor de loose mineral concealer de neutrale. Voor onder mijn ogen. Als je nu echt felle, donkere randen hebt, ja, dan is eigenlijk de stick beter. Dan gebruik je dus beter de Clean Concealer Stick. Die is er ook maar in één kleur. Hè? Dat die niet te veel is. Ah, voilà. Peggy zegt het ook al. Hè? Dus een primer een keer weglaten zou ook al kunnen helpen. Maar ik denk eerder dat je dan gewoon al vooral... Allee, dat vooral je huidverzorging zal zijn die al heel veel zal doen. Dus ik ga voor de Loose Concealer. Neutrale kleur. En ik breng die aan met ons concealerpenseel. Dat, dat ziet er wel uit gelijk een blendborstel, maar dan is het wat steviger. Ook die ga je in je potje doen en je product allemaal opdraaien in je penseel. En we gaan het is altijd gemakkelijk om te weten waar je moet stoppen met je concealer door even naar beneden te kijken. Zo recht vooruit valt dat nogal mee, maar als je naar beneden kijkt, dan zie je heel goed je lijnen. Ik ga even hier beneden in mijn spiegel kijken om dat aan te brengen natuurlijk. Voilà. En die gaat ook ineens mooi oplichten onder je ogen. Die mocht je ook als basis al over je oogleden doen, als je wilt. Dat je dan ineens een basis voor je oogschaduw hebt. We gaan het aan deze kant ook even doen. En dan ga ik die inderdaad wat over mijn oogleden als basis aanbrengen. Voilà.
Zo. Als je nu toch zou vinden, ze biedt dat dat verschil te groot is, dan gaat het er gewoon nog eens even over met je kabuki, met je poeder, om dat verschil weg te werken. Maar ik heb ook altijd best wel rode wangen van de warmte. En daar hebben we dan de Loose Mineral Concealer Against Red voor. Against Red, dat wil zeggen dat is een groene. Want groen en rood zijn complementaire kleuren. Dus groen gaat het rood opheffen. Ook hier weer dat product op je borsteltje doen. En dan kun je dat zo wat over je rode plekken gaan doen. Maar dus als je echt opvallende oneffenheden hebt of buisjes of zo, dat doe je best met de stick. Maar je ziet wel heel goed het verschil nu tussen deze kant waar het rood al op zit. En deze kant, allee, de groene concealer al op zit. En deze kant waar het dan nog niet is. Hè? Ja, inderdaad. Er zegt nog iemand, hè, dus eerst beginnen met je huidverzorging. Hè, voordat je met je make-up begint. Dus dat heb ik vanmorgen natuurlijk ook gedaan. Hè. Ik heb mijn serum aangedaan, mijn dagcreme. En dan daarna ben ik hier op de live begonnen met mijn primer. En daar is mijn make-up. Dus overal waar je wat roodheden hebt, zouden deze zo wat kunnen opdoen. Voilà. Ik ga nu toch heel even met mijn kabuki met die poeier er nog terug over. Omdat ik ook vind hier dat dat toch wat te veel kleurverschil is. Zo, je ziet nu zijn we eigenlijk helemaal egaal en effen. Deze fase van uw make-up maakt u eigenlijk niet per se altijd mooier. Hè? Je ziet, je wordt helemaal egaal gemaakt, dus alle diepte is uit u gelaten en eigenlijk is uw vorm weg. Dus wat is belangrijk? Dat we terug diepte en kleur in ons gelaat gaan brengen. Dus dat gaan we doen door te shapen, door een blush, door een highlighter. En we gaan onze ogen ook doen. Ik ga alleen eerst starten met de ogen, want als je morst met je oogmake-up en je zet daarna, je hebt je foundation, allee, zeg het eens, je shaping en je highlighter en zo al gedaan, dan is het moeilijk. Als je dan iets most, dan moet je echt veel gaan corrigeren. Dus als we nu morsen, dan kunnen we eigenlijk heel gemakkelijk corrigeren, gewoon met ons concealerpenseeltje. Dus we gaan starten met de ogen nu. Maar weet voor het gelaat dat dit dus nog niet alles is, hè. We starten met de ogen. Ik ga vandaag de look doen met de compacte oogschaduws van I Am Clean. En ik start dan basis met de Clean. Dat is gewoon een hele neutrale beige kleur. Ja, en dat is altijd een hele goede om als ondertoon op je oog te zetten. Dus dat mag op heel je bewegend ooglid. Je mag dat ook zo wel een beetje uitblenden in je arcadenboog. Dan staat er een basis onder en gaan ze biedt je andere kleuren gewoon allemaal een beetje beter blenden ook. Voilà. Zo. Ik ga even uitleggen. Als ik aan deze oog aan het schminken ben, dan spiek ik vaak mee met dit oog zelf. Maar dat komt omdat ik met deze oog heel slecht zie. Dus als je zelfs, als ik aan deze oog bezig ben, iets zie waarvan je denkt, oei, dat is niet helemaal wat dat moet zijn, dan komt dat dus daardoor. Dus het voorbeeldoog is altijd dit oog in mijn geval. Dan gaat de make-up meestal het beste zijn. Voilà, dus een basis hebben we de Clean gekozen. En dan ga ik ook de Pure, dat is zo een, wat is dat, taupe. Een lichte bruine topen of zo. Ah, superleuk. Vicky zegt, ik ben hier mee aan het make-upen in de badkamer. Dat is tof. Dus ik ga de Pure gebruiken aan de buitenkant. En ook deze ga ik met mijn blend penseel doen. Hè. Dus gewoon zo'n beetje opdippen. En die gaan we al echt zo wat meer in die arcadenboog zetten. En naar beneden toe, naar onze wimperrand. Dat we zo al een beetje meer diepte krijgen in dat oog. Je ziet direct dat verschil. Hè. Dit oog tegenover dat. Voilà. Dus met het blenden, ik zeg altijd, je maakt in je arcadenboog zo wat een ruitenwisserke. Nu, deze kleur ga ik nog niet helemaal tot van voor blenden. Meestal doe ik dat zo, hè, zo hier een streepje en dan naar beneden, naar je buitenste wimper eigenlijk. Soms met donkere kleuren heb je dan echt wel een lijn staan, die moet je dan goed gaan blenden. Hè. Dat blenden, dat doe je door je blendpenseel dan op die lijn te zetten en dan ga je daar cirkeltjes mee draaien. Of dat je die naar buiten of naar binnen draait, dat maakt niet zoveel uit. Als je ze naar buiten draait, gaat het meer dat vervaagd effect hebben.
Voilà, andere oog gaan we dan ook meedoen. Dus in de arcadeboog, naar beneden, naar onze buitenste wimper. En een beetje verdelen. Ik ga een beetje product moeten bijnemen, denk ik. Voilà. Bedenk mij nu dat ik eigenlijk mijn tijd in de oog moet houden. Ik ben gewend van nogal heel veel te praten tussendoor. Je hoort dat. Maar ik moet een beetje zien. Kan ik hier zien hoe lang dat kan live? Ik ga eens even kijken. Oh, 20 minuten. Oké. Dan zitten we in de helft. Voilà. Dus onze basis make-up staat erop. Onze basis oogschaduw. Hè? Ah, de walnut vind ik net super mooi. De walnut vind ik is een prachtige kleur om te zetten als die... ik kan niet op het woord komen. Als overgangskleur. Dus dat walnut vind ik een hele mooie om in uw arcadeboog en zo te zetten. Om mee te starten als je bijvoorbeeld een smoky eye gaat doen. Die gaat uw, als je een zwarte smoky eye doet, gaat jouw walnut dat echt heel mooi opwarmen. Dat is echt een hele mooie. Dus ik heb van binnen de clean en aan de buitenkant de pure. En nu dacht ik, voor de face look heb ik hier de hele felle kleurtjes. Dus ik heb zwart waar we aan de buitenkant mee gaan werken. En dan heb ik twee keuzes. Je hebt oftewel de sparkly, dat is deze. Dan gaat dat natuurlijk een groter contrast hebben. Dan gaat het meer het wit zwart bijna krijgen. Of ik heb hier de Watching You. De Watching You is het goud. Dat is nu wel echt heel feestelijk natuurlijk. En goud, alles wat voor de feestdagen is dit jaar. We mogen ze dan niet heel extreem vieren. Maar alle make-up collecties en kledijcollecties bevatten heel veel goud voor de feestdagen. Dus... hebben we een voorkeur voor het goud of het zilver? Allee, de sparkling of the watching you. Ik ga ondertussen al even een beetje voortdoen met het zwart. Dat zwart noemt Fearless. Er zit ook zo'n schone glitter in, als je kunt zien. Maar ja, zoals je kunt zien. En ik ga dat even aanbrengen met mijn Eye Precise brush. Een Eye Precise brush. Dat is zo'n superklein, mini-fijn penseeltje. Goud, oké. Voilà. Ja, het past bij mijn blouse. Ja, inderdaad. Oké, dat is duidelijk. Goud. En dat zwart gaan we aanbrengen echt zo hier aan de buitenkant om extra contrast te geven. En daar gaan we straks ook zo tegen onze wimpers een lijntje mee zetten om een beetje een eyeliner effect te creëren. Dus een Eye Precise met de Fearless oogschaduw. En we gaan eens zien. Dus... schoon dat hoekje aftekenen dat ik zei. En zo valt dat heel hard op. Hè. Met die blender valt dat minder hard op. Zo gaan we echt een hoekje tekenen. En dat al een klein beetje uitblenden met dit penseeltje. En dan gaan we onze blendborstel er even bij nemen. Dus met die ronddraaiende bewegingen gaan we dat doen. En zo wat heen en weer. Dat is een ruitenwisser. En dat is dan vooral om dat strepig effect weg te werken. Hè. We willen niet dat dat echt zo een echte duidelijke streep is. Ik ga er nog een klein beetje bij doen. Want natuurlijk in het echt voor overdag is deze meer dan fel genoeg. Maar in de live gaat dat vaak wat verloren op het beeld. Dus dan werk ik vaak een beetje feller. Zodat het wat duidelijker is voor jullie. Hè. Dus ik ga nu een klein beetje bijkleuren met dat zwart. En opnieuw met onze blender. Dus je ziet, nu heb ik het wat dichter naar het midden ook gezet. En we gaan weer heen en weer. Voilà. Dus nu hebben we al een goede opvallende arcadeboog wel. Hè? En dan gaan we dat aan de buitenkant aan ons ander oog ook doen. Dus hier ga ik even mee spieken. Vooral met deze dingen durf het hier al eens mislopen. Allee, mislopen is een groot woord voor mijn... De meeste mensen zien het dan niet, maar ik zie dat zelf wel. Even blenden. Doe, 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 doe. Dus je ziet, die Fearless, je kunt hem mooi blenden. En toch blijft hij eigenlijk wel goed donker. Als je echt wilt dat hij intenser is, kun je die ook dippen. Heel duidelijke uitleg. Dank u wel.
doe mijn best. Dat is ook het leukste, hè, toch? Als je een duidelijke uitleg hebt. En dat je weet waarom dat je bepaalde dingen doet. Want ik ga hier ook ineens een beetje bijkleuren. Voilà. En dan gaan we terug blenden. Je kunt mij zelf ook altijd terugvinden op Instagram en op Facebook, hè. At Make a Browse and More is het dan. Voilà. Is dat ongeveer gelijk? Moet ik altijd even zien. Nee, zie je, hier heb ik nu veel meer zwart dan aan de andere kant. Dat gaan we oplossen, hè. Ja, dan ga ik heel even hier terug wat meer licht bijvoegen met de clean. We zien dat dat al wat meer gelijk is, ja. Waar je moet zijn, ik ben in Schoten gelegen, hè. Dus, als je mij volgt, dan kun je dat vinden. Dus voilà. Dus nu hebben we goed, hè, dat contrast van het licht aan de binnenkant en het donker aan de buitenkant. Maar ik ga hier nog een beetje blenden, want mijn zwart is aan mijn ander oog verder naar binnen. Is gelijk zo. Zien we. Ja, dat zijn dus de kleine dingetjes. Als ik iemand anders moet schminken, heb ik er natuurlijk geen last van. Want dan heb ik altijd mijn twee ogen ter beschikking. Maar als ik mijn eigen moet schminken, is dat dus niet het geval. Oké, dus eigenlijk hebben we nu ons zwart al gezet. En dat gaan we dan een beetje afwerken met wat goud. De sparkling, nee, de watching you is het dan. Die is echt goud goud. Dus dat is wel heel tof. Als je die swatcht op je hand, die geeft echt wel heel veel kleur. Heel zie, ja, voilà. Stephanie van Loor is heel fier om de live te zien vanuit Schotten. Stephanie is ook een collega van I Am Clean in van Sample Shaw natuurlijk, hè. Ik ga nog eens even kijken of dat er ondertussen nog vragen zijn geweest. Nee, oké. Het ziet er altijd zo raar uit, hè? Als je dan tijdens een live zo die vragen aan het lezen bent. Maar ja, het is wel gewoon, als er iemand vragen heeft, is het leuk dat je er antwoord op krijgt, hè, toch? Ik ga mijn goud even aanbrengen met onze gewone eye flat brush. Dat is gewoon een soort van katatonpenseel, hè. Een gewoon standaard oogschaduwpenseel is dat een eye flat. En we gaan eens zien. Hè. Ik ga hem eerst dippen, omdat dat dan het meeste effect gaat hebben. Kunnen jullie dat goed zien? En hier van voor ga ik een beetje wrijven ook. Voilà. Goed bezig, Greetje. Dank u. En hier gaan we dat ook weer doen. Tippen. Jup, jup, jup. Als je vragen hebt, mogen ze altijd stellen. Ik kan zelf antwoorden, maar er zijn ook collega's aan het meezien die zeker ook gaan kunnen antwoorden als ik het niet gezien heb. Ik heb mij goed voorbereid. Ik heb hier een lijstje gemaakt met alle prijzen en zo, dat ik zeker antwoord kan geven. Voilà. Wat vind ik ook leuk met dat goud, als je dat hier zo aan je binnenkant ook mee laat doorlopen, zo in dat putje. Vooral al langs voren gaat dat zo een heel oplichtend effect geven. En dat is direct ook heel feestelijk. Voor overdag is dat vaak een beetje te opvallend. Maar voor een feest in uw bubbel, kan dat zeker. Zo. We gaan eens kijken of we nog wat moeten blenden. Ja, mijn foundation is de Liquid Light, gemengd met de Medium, inderdaad. En ik heb die afgepoederd met de Peach 1 van de Loose Mineral Foundation.
mag ik mijn naam. Als je voor mij te volgen is het @makeupbrowsinmore. Ja, voilà, voilà. Er heeft hier al iemand het... voilà, er zit nog iemand. Ik heb Christel over de vloer gehad en ik heb geen seconde getwijfeld om aan je clean in huis te halen. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb ook niet lang getwijfeld. Ik heb Christel laten komen. En vooral de filosofie achter het merk. Ik vind dat fantastisch. Dat is echt... Ik kan mij er helemaal in vinden en dat is wel heel tof. Om het nog wat feestelijker te maken, ga ik nu aan de buitenkant hier van onder het ook een beetje donkerder maken. Dus dat gaan we terug met een eye precise brush doen. En terug met onze fearless, dus terug met het zwart. En dan ga ik dat eronder gewoon zo een beetje laten doorlopen, de oogschaduw. Voilà. Zo. Je ziet, zo is dat nog heel fijn, maar we hebben nog geen mascara aan nu natuurlijk. Hè. Als we mascara gaan aandoen, dan ziet dat er direct veel minder overdreven uit. Ik ga mijn goud nog extra bijdippen. Want dat mag wel echt goed goud zijn, vind ik. Zo. En dan hebben we eigenlijk onze brow en eyeliner penseel. Dat is een super handig, omdat dat heel korte haartjes heeft. Dus die haartjes zijn heel steady. Allee, ik kan gewoon even niet op het Nederlandse woord komen. Stevig. Amai. Goed, stevig. Dus, wat gaan we doen? Daar gaan we eigenlijk een lijntje mee trekken tegen onze wimperrand. Het voordeel is, als je dat met oogschaduw doet, dat dat niet uitmaakt dat dat niet helemaal strak en helemaal recht is. Met een liquid eyeliner is voor heel veel mensen veel moeilijker. Dus dan is met oogschaduw starten altijd een hele goede tip. Dus je zet gewoon je pakt je product echt op de bovenkant van je penseel. Dus ik heb het echt gewoon zo gepakt, dat dat er van bovenop hangt. En je zet je penseeltje recht tegen je wimperrand. En je gaat zo wat met kleine lijntjes tekenen. En als dat wat uitveegt of zo, dat kan eigenlijk totaal geen kwaad. Als dat met een... Maar je ziet direct hoe hard dat jouw oog meer spreekt dan dit. Hè? Gewoon door dat zwart lijntje erboven. Stevig inderdaad, dankjewel. Voilà, en dan aan deze kant gaan we dat ook doen. Moet ik weer even een beetje meespieken af en toe. Zo. Ik heb al een ideetje voor de volgende live die ik eens ga doen. Geen idee wanneer dat gaat zijn. Dat wordt aan mij al meegedeeld. Maar ik weet al wat ik ga doen de volgende keer. Dat is al positief, hè? Voilà. Kijk, en je ogen spreken direct veel harder. En eigenlijk heb je gewoon een klein lijntje van een oogschaduw aangebracht. En je ziet zelfs bij mij nu, hier van voor, dat het eigenlijk, dat maakt echt gewoon niet uit dat dat niet helemaal strak is of dun is. Als u dat toch stoort, kun je altijd proberen om dat zo'n beetje nog wat bij te werken met je oogschaduwpenseeltje, dat dat niet meer opvalt. Maar je ziet, uw ogen spreken direct veel harder. Dan gaan we onze ogen afwerken met de mascara en het oogpotloodje. Oogpotlood, ja, ik moet zeggen... Ga ik dat aandoen of ga ik dat niet aandoen? Je zou ook met je oogpotlood eigenlijk je eyeliner kunnen maken. Hier aan de bovenkant. Maar dat gaat al ietsje intenser zijn dan met oogschaduw. Dus om te starten is het eigenlijk altijd het beste om dat met een losse oogschaduw te doen. Ah, als je benieuwd bent, dan moet je de volgende keer kijken hè, naar mijn volgende live. dus het eyelinerpotloodje in dit geval... Zou ik hier gebruiken als eyeliner. Maar ik heb het nu met oogschaduw gedaan. Ik ga het niet in mijn ogen doen. Want ik vind dat een donker lijntje in je ogen, dat verkleint je ogen. Ik ga eens even kijken naar mijn lichtpotlood. Voilà. Wat je wel kunt doen, is een licht oogpotlood gebruiken. Dat is de cream, noemt hij, geloof ik. Ik zat dat er eigenlijk op. Het staat er niet op, maar die heet cream. En die gaat je eigenlijk aan de binnenkant van je ooglijn zitten. En een licht lijntje in je ogen gaat zorgen dat je ogen groter lijken.
Dus je ziet, dat oog dat valt direct veel harder op dan dit, omdat daar een licht lijntje aan de binnenkant zit. Voilà. En dan gaan we een mascara aandoen. Ik ga nu natuurlijk voor de zwarte, omdat we ook die zwarte oogschaduw gebruikt hebben. En natuurlijk omdat dat wat feestelijker is. De mascara's zijn er in zwart en in het donkerbruin. Wat heb je... Wacht, kun je dat goed zien? Je moet zien dat ik het goed recht houd. Je ziet, van onder is dat gewoon een recht borsteltje. En van boven heeft dat zo twee bultjes. De bultjes die gebruik je voor je bovenste wimpers te doen. Die gaan ervoor zorgen dat de wimpers echt mooi gaan krullen. Dus als je met die onderkant, met de rechterkant, gewoon je ogen, je wimpers gaat doen, gaat dat wel extra verlengen. Maar het is het bultje in de mascara dat zorgt voor een mooie krul. Voilà. Allee zeg, dat doe je niet. Dat één haartje hier. Doe niet wat ik wil dat doen. Ja, het zal zo zijn. En dan met die rechter onderkant kunnen we uw onderste wimpers even aanzetten. Dat moet je ook niet doen. Niet iedereen ziet dat graag. Ik vind dat zelf wel mooi. Veel mensen vinden dat popjesachtig. Maar ik zie dat wel graag. Ja, dat is wel echt een goede mascara. Dat klopt. En dan gaan we het andere oog ook doen. Dus ook goed met de bultjes aan de bovenkant. En ik zie al direct goed dat ik mijn bronzer en zo nog niet heb aangedaan. Want ik heb hier al gemorst met mijn mascara. Dus daarom is het slim om eerst uw ogen te doen. Ik moet wel zeggen, met een oogschaduw heb ik niet gemorst. Je hebt soms kleuren die heel hard... of merken waar je heel hard fallout mee hebt. Heet dat dan? Ja, dat is wat die poeier naar beneden valt. Maar dat is nu wel totaal niet. Zelfs niet met dat zwart eigenlijk. En ook weer die onderste wimpers. Ajaj, ik ben hier aan het morsen. Eens even zien. Ga je dat hier wegkrijgen met mijn foundation. Dus ik heb nu gewoon even mijn liquid foundation borstel gepakt. Waar dat zo nog wat product aan hangt. En die andere ga ik dat ook even proberen. Met mijn concealer brush. Gaat dat weg? Ja. Niet helemaal. Het meeste is weg. Misschien moet ik even wat concealer erbij nemen. Voilà, dus ik heb gewoon even een beetje van onze clean concealer op mijn concealerpenseeltje gedaan. En het is weggetoverd nu. Voilà, dus je ziet niet meer dat ik gemorst heb. Hè? Nog eens even kijken. De borstels zijn goed uit te wassen. Ja, je kunt die gewoon wassen met shampoo of met babyzeep. Dus dan doe je gewoon je product, je zeep op je hand. Je maakt je borstel net, je draait er goed mee en dan worden die echt helemaal terug proper. Ik heb nu zelf ook zo'n product om die ter plekke proper te maken. Ja, dat is zo de Cinema Secret. Maar dat is een professioneel product. Ik weet eigenlijk niet waar dat je dat kunt kopen als niet-professionele. Dat weet ik niet. Dat kun je gewoon op een matje doen en dan kun je het ineens proper maken. Oké, onze ogen zijn klaar. Minder praten, meer doen. Hè. Ik ga wel eerlijk eens mijn wenkbrauwen bijwerken. Dat is niet nodig, want zoals je ziet, die zijn getatoeëerd. Maar ik vind zo vaak dat die hoekjes wat flits worden als ik er met mijn foundation ben over geweest. Dus ik ga dat toch even, vooral dat hoekje, een beetje bijwerken. En ik gebruik daar nu de soft taupe voor. Dus dat is de lichtste kleur. We hebben twee kleuren. Maar het is dus vooral voor dat hoekje dat die wat minder flits zijn. Zo. Voilà. Dan gaan we over naar onze huid. Dus we hebben een bronzer waar we mee kunnen shapen en wat kleur in ons gelaat gaan brengen. We hebben de blush.
hier. En we hebben nog een highlighter. Ik ga starten met het bronzen. Eens even denken. Dat kunnen we gewoon met onze grote poederborstel doen. Als je dat te moeilijk vindt of te breed vindt, kan dat ook perfect met uw blushborstel. Dus dat is een compacte poeder. Je pakt dat wat op je penseel. Maar die geeft direct heel veel kleur. Dus je moet echt gepakt en je klopt je penseel af. En dan gaat dat heel lichtjes langs je haarlijn wat doen. Oei, dat was al voilà, ineens te zwaar neergezet. Om terug wat kleur aan je gelaat te geven. Je kunt je ook altijd zo wat bijeennijpen, dat hij wat steviger wordt en dat hij wat smaller is. Dus we gaan eerst wat kleur brengen aan onze haarlijn. En een bronzer, waar doe je dat? Op de plekken waar het eigenlijk de zon je gezicht het eerste raakt. Dus dat zijn eigenlijk je hoogste plekken. Dat is dus van voor op je voorhoofd. Ook een beetje op je neus, doet dat niet te veel, hè, want dan heb je een donkere neus. En natuurlijk, voor te shapen is het belangrijk dat we dat hier gaan doen. Je kunt het zo doen. Dan zie je gemakkelijk waar je kaaklijn is. Of dat gemakkelijk een truc is van in een helft van aan je oor ongeveer naar je mondhoek. Maar je ziet, hij geeft heel fel. Hè? Maar je ziet, dat is nu, hè, zo is dat een streep. Maar als je mij langs voor ziet, aan die kant lijk ik gewoon al veel smaller dan aan deze kant. Hè? Ik kan dat hier ook even doen. Dat is natuurlijk niet de bedoeling dat dat zo'n donkere strepen blijven. Hè? Dus die gaan we ook even wat uitblenden. Nu ga ik even van haar gezichten trekken. En wat je ook doet, is dat hieronder je penseel wat afkuisen. En dan ga je eigenlijk met een bronzer zeker zo'n 3-beweging maken. Ga je dat zo wat voor het te blenden. Dus je doet een 3. Oeps. En aan de andere kant doe je dat ook. Als je toch zegt, van ja, ik krijg dat toch niet goed uitgeblind, dan pak je gewoon terug je kabuki, hè, waar dan nog wat product van er straks aan hangt. Pak je gewoon terug je kabuki en je gaat daar zoiets goed over. En dan is dat streperig gedoe wat weg, maar toch blijft die kleur zitten. En je ziet direct, ik heb direct toch terug meer diepte in mijn gelaat. Ik ben hier wat smaller geworden, ik heb direct wat meer kleur. Dus dat is echt, ja, ik ben de favoriet van shapen en highlighten en blush. De favoriet en de fan, uiteraard geen favoriet. Het is mijn favoriet. Qua blush heb ik gekozen nu voor de Pretty Peach. Dat is een blush, de pink, de peach, maar de 2. Overdag gebruik ik zelf eerlijk gezegd gemakkelijker de 1. Maar ja, omdat we nu voor een feestlook gaan, mag dat wel. Al die nieuwe potjes trouwens, ik ga dat even laten zien. Er zit zo'n plasticje over. Dat kun je er dus gewoon aftrekken. Bij de oogschaduwtjes vind ik dat het gemakkelijkste om dat te doen met een pincetje. Tipje van de vertegenwoordigster geweest. De blush. In uw dekseltje. Toegeven, het is de eerste keer dat ik deze kleur ga gebruiken. Dus ik ga misschien ga ik een beetje te veel gebruiken nu. Want het geeft wel heel veel kleur. Dus ik ga dat goed afkloppen. Dat is kei grappig. Ik zag gisteren nog zo'n een TikTok over wat niemand doet en wat alle make-up artists doen. En er is dan zo heel tijd iemand die heel tijd alle penselen afklopt. En dan zit hij er zo grappig bij van ja, ik wil echt geen product op mijn penseel. Maar dat is wel grappig, want wij doen dat inderdaad. Uw blush. Dus waar gaat uw blush zitten? De zwaarte van uw blush moet eigenlijk op uw appeltje zitten. Want dus daar zit ook voor de eerste keer je penseel neer. Als je, waar je je penseel neerzet, daar ga je het meeste product achterlaten. Dus je zet je penseel neer, kan dat even heel luchtjes doen. Om te kijken hoeveel kleur het hem geeft. Dus je begint van het midden naar buiten. En hier gaan we dat ook weer doen. Ik zie hier nog een vraag komen. Hè. Waarom zijn er mensen die helemaal zijn omgeschakeld? Echt, hè? Ja, waarom dat je dat zou doen? Wat is dus wel echt is, is dat die mineralen echt gezond zijn voor je huid. Dus mineralen gaan je huid voeden, ten eerste. En los daarvan zit er ook zink en zo mee in. En dat gaat ook nog eens ontstekings
remmend werken. Dus als je last hebt van roodheden en zo, is mineralen make-up wel echt, echt een aanraaier. Excuseer, dit is mijn hoesje weer. Dus voilà, we hebben ook onze blush aan. Ook hier kunnen mensen dat het streperig vinden. Ook dan pakt u gewoon weer uw kabuki om het uit te blenden. En dan rest er ons enkel nog de highlighter natuurlijk. En ik heb gekozen voor de Morning Glow. Dat is een loose highlighter. Die bestaat er ook in de kleur Sunset, denk ik. Dan is ze maar koperachtig. En deze is meer goud. En aangezien dat we gouden oogschaduw hebben, dacht ik, gaan we ook voor de gouden highlighter. Daar hebben we onze fanbrush voor. Dat is een hele fijne. Dus je pakt ook weer je product in je potje. En je gaat je met deze een beetje dippen. Goed afkloppen dat er weer niet te veel aan hangt. Nou, dan grap ik dat dan ook echt zeg. En dan gaan we dat aanbrengen. Uw highlighter brengt dat we aan eigenlijk tegen uw blush. En aan de andere kant doen we hetzelfde. Dus je kunt best eerst zo wat een streep zetten en dan daarna pas die wat gaan blenden. Dat je niet zo echt een streep blijft zien. Zie je dat? Dus die highlighter hier en hier. Dat gaat er dus voor zorgen dat uw kaaklijn en zo, dat dat wat harder afgetekend is. Wat kun je ook altijd nog doen met een highlighter, is dat hier op je voorhoofd wat doen. Als je niet te veel rimpeltjes hebt. Als je veel rimpels hebt of je eraan stoort. Bij mij, ik stoor mij eraan. Ik heb er niet veel, maar ik stoor mij er wel aan. Als ik dat met een glanzende highlighter doe, dan valt dat harder op. En stoor ik mij er nog harder aan. Dus dan kun je beter een matte. Als je anders gebruikt als highlighter gewoon een lichte poederkleur. En dan zo op je neus. Kun je dat ook doen om je neus te versmallen. Als je en op het puntje van je neus. Tenzij dat je dat niet tof vindt, dat dat opvalt. Als je een complex hebt van je neus, niet doen. En dan, wat vind ik super tof aan een highlighter, is om dat tegen je bovenlip te zetten. Want, en zelfs aan mijn onderlip doe ik dat ook. Wacht, hè. Maar je moet dus, het is even zoeken, hè, dat je niet te veel product pakt en zo. Max zegt dat je er mooi uit ziet. Oh, dank u. Het is de zoon van een van mijn beste vriendinnen. Dus voilà, en dan, je ziet dat direct, als ik nu babbel, als je eens op mijn mond focust, dan zie je dat je voller lijkt. Dat je lippen mooier afgetekend zijn. Waar kun je dat ook nog aanbrengen? Dat is onder je wenkbrauw. Dat is hier. Om een beetje een liftend effect te creëren. Onder het staartje van je wenkbrauw, dan doe je dat vooral. Voilà. Dus deze is al wel full glam voor de feestdagen. Hè? Zo. En dan rest er ons enkel de lippen nog. En dan zijn we klaar. Ik ga als lippenpotlood voor de skin. Wat kun je doen ook met je lippenpotlood? Is dat heel je lippen daarmee inkleuren. Dan gaat je met je lippen beter blijven zitten. Maar het is vooral die rand, waarom dat je dat vooral doet. Je kunt de live van maandag terugzien. Ja, normaal wordt die straks gepost. Ik post zelf altijd ineens op Instagram, maar nu hebben ze gevraagd om hem op te slagen op mijn gsm. Dus ik hoop dat dat gaat lukken. Dus je zou echt kunnen heel je lippen inkleuren, maar ik ga gewoon even zo aan. Want de potloden zijn super smeuig, dus dat is wel tof. Dus je kunt die eigenlijk ook perfect zowel als lippenstift gebruiken. Dus dat is het lippenpenseel. De lippenpencil, maar dus het lippenpotlood uiteraard. Skin. En ik heb gekozen voor de lippenstift, omdat het wel wat meer mag zijn, voor de kleur Powerful. Voilà. En dus ook onze lippenstiften zijn allemaal verzorgend. Er zit kokosolie in en vitamine E. Zo,
Voilà. Onze volledige look. Wat denken we? Ik ga eens even kijken of ik eigenlijk nog veel tijd heb of niet. Ik ben al veel te lang live. Oké. Goed. De look is klaar. Ik hoop dat jullie het een leuke live vonden. Dankjewel voor het kijken allemaal. Dus alle producten kunnen sowieso, als je naar de website van iamclean.be gaat, vinden daar alle verkooppunten terug. Je mag ze ook altijd via mijn affiliate link kopen, natuurlijk, die al een paar keer gepost geweest is. En mijzelf kun je altijd terugvinden at Makeup Brows & More op Facebook en op Instagram. En ik wens jullie alvast heel fijne feestdagen toe. Ik vermoed dat ik jullie niet meer ga zien ervoor. Voilà. Ik hoop dat de mensen die I'm Clean nog niet kennen, het zeker is gaan uittesten, want het is echt wel de moeite. En als je het al wel kent, dan zit je al keigoed bezig. Hè? Voilà, hè? Dat was het. Eens zien, kan ik hier zelf... Nee, wacht, hè. Supergoed uitgelegd, dankjewel. Ah, voilà, hè. Mijn affiliate link wordt nog eens gepost. Oh my god, ik heb hier mijn beeld naar boven gedaan. Ja, oké. Dus, ik ga afsluiten nu. Ik moet alleen even zien, hè, dat ik dat hier ga kunnen opslagen. Dat weet ik niet. Oké, voilà, hè. Ik vind ineens zelfs gewoon niet meer hoe ik moet afsluiten. Hoe kan dat nu? Ik doe dat hier elke week en nu vind ik het niet. Hoe moet ik dat hier doen? Wacht, hè. Ik raak niet afgesloten. Kan iemand mij helpen? Afsluiten en dan... Ja, maar ik zie een afsluiting niet staan, Caroline. Wacht, hè. Vragen. Nee. Oké. Ja, super. Dank u. Ik vond het kruisje niet. Dank je wel om te kijken allemaal. En zeker morgen kijk je naar de volgende live van de volgende I Am Clean collega natuurlijk. Dag!